Is dit een echte vraag? Heeft u journalistiek gestudeerd? Vandaag demonstreren de klimaatwappies van Extinction Rebellion voor een beter milieu en wij zijn er vandaag bij. Ik ben geen superheld, maar ik durf te dromen, want de ijskap smelt en we overstromen. Dit natuurgeweld moet ten einde komen, maar het is niet te laat, dus help het klimaat. Mevrouw, dat is slecht voor het klimaat. Nee hoor, het zijn biologisch. Het is niet slecht voor het klimaat. Ja, gelukkig maar. Ja. Mevrouw, waarom staat u hier? Nou ja, voor het klimaat. Mijn bedoeling is om de wereld en de regeringen duidelijk te maken dat er echt iets moet veranderen. Ik ben hier om op te komen voor alle levende wezens op deze planeet. Wat houdt dat in de praktijk in? Dat houdt in dat wij ons genoodzaakt voelen om de weg te blokkeren, om dus eigenlijk iets te doen wat niet mag. Hoe voelt zo genoodzaakt om mensen die naar hun werk moeten te blokkeren? Oh, dat is helemaal niet het idee van onze actie, nee. En ik denk ook dat er altijd wel een weg om dit kleine kruispuntje heen is. Dus ik denk niet dat wij mensen weerhouden van hun werk. Ja, maar goed, als jij net een nieuwe baan hebt. Oh, dat is sneu. Nou heb ik gezien dat u een smartphone hebt. Dat is niet zo goed voor het milieu, hè? Nee, dat klopt. In details doe ik het ook niet goed. Heeft u een smartphone? Ja. En wanneer gaat die weg? Ja, maar ik sta niet voor klimaat, hè? Nee, dat dacht ik al. Als de regeringen gaan stoppen en die zeggen mensen moeten allemaal, dus ben ik de eerste die hem weg doet, meneer. Waarom staat u hier als u zelf nog een smartphone hebt? Wij zijn dus ook ongehoord. Dat is heel toevallig dat jullie hier komen staan. Want een hele grote groep die staat hier omdat we gewoon over 100 jaar ook nog op een normale planeet willen leven. En het gaat dan niet zo lekker. Dus dan kun je misschien wel een tweedehands smartphone kopen. En dan kun je hem ook proberen te pakken op dat ene hele kleine dingetje, want niemand doet het perfect. Dan moet u eigenlijk zelf het goede voorbeeld geven. Ja, dat betekent, maar ook al zou ik hier op mijn blote voeten gaan staan, alleen nog maar fruit eten en verder niets doen. Ik heb geen auto trouwens, ik vlieg niet, al die dingen niet hoor. Heeft u nog soja gegeten vandaag? Is dit een echte vraag? Heeft u journalistiek gestuurd? Voor het milieu toch? We moeten wel gezond eten voor het milieu. Deze mevrouw die snapte blijkbaar niks van, we gaan maar weer verder. Nee, volgens mij heb je gewoon helemaal niks begrepen van hoe de journalistiek werkt. Het is namelijk een kwestie van ook... Legt u het eens uit. Dat mensen ook echt een verhaal kunnen vertellen. En jullie zijn, ik weet dat jullie van ongehoord Nederland zijn, maar we zijn hier ook voor de mensen die zich ongehoord voelen.